VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Welkom bij een nieuwe aflevering van VVV-TV. Vandaag kijken we naar de verbouwingen rondom stadion De Koel. Blikken we vooruit op de thuiswedstrijd tegen ADO en Gerald Promes voegt zijn favoriete VVV-fragment toe aan de top 3. Maar we beginnen met de verloren wedstrijd tegen PSV. En daar uiteindelijk Zoet. Bal diep gespeeld, geen buitenspel, dan moet dit de voorsprong worden. Maar het wordt het niet. Zoet kan dat redden omdat Zeuntjes weigert de trekker over te halen. Wat wilde hij nou? Een lopje nog over de doelman heen. Op het moment dat Zeuntjes de bal wil spelen, Angelino. Dat is een aardige voorzet. En van dichtbij, onderstal de bal op het dijbeen. Pereiro krijgt de bal keurig terug. En weer, nu van de Jong. En dan is het raak. Keurig uitgespeeld. Lozano in de 34e minuut. Dat doelpunt wat er zeker de laatste minuten zat aan te komen is nu ook daadwerkelijk geboren. De maker is Lozano. En daaraan vooraf helpen zeker Rosario en Pereiro mee. Leef Stijn zo zijn bedenking over wat details. De Jong kopt. Oenerstal verkijkt zich bijna met zijn lengte. Bergwijn. Bergwijn, verre hoek, van richting veranderd. Is dat De Jong die daar nog aan zit? Het lijkt erop en dan heeft PSV toch de verdubbeling van de score te pakken. In de 64e minuut is het dan 2-0. Daar is de ruimte voor Gutierrez. En die schuift hem heel erg beheerst langs doelman Oenerstal. En zo wordt het van 2-3. Nee, dat ging ogenschijnlijk allemaal heel gemakkelijk. Omdat het zo goed wordt uitgevoerd. Dit is niet handig. Oenerstal daarom ook te laat. Maar er is niemand van PSV om dat verder af te ronden. Hendricks blijft daar geblesseerd liggen. Mulder heeft ook nog even overlegd. Over de situatie van Koen en Hendricks. Gaat dat nog consequenties hebben? Koen was daar te laat. Maar is inmiddels gewisseld. Hoe gaan we dat allemaal doen? Hij gaat nog een penalty geven. Nou, dat is feilloos gedaan door Lozano. Eén ding hoeft niet te worden getwijfeld aan de overwinning van PSV. Die was dik en dik verdiend en wordt uiteindelijk in de slotfase ook in cijfers zo uitgedrukt. PSV uit, een terechte nederlaag, maar misschien wel wat geflatteerd, vind ik. Ja, nou goed, het maakt het geflatteerd omdat zeg maar, die twee laatste doelpunten een paar minuten voor tijd vallen of zelfs in blessuretijd. Maar wel terecht, uiteraard. God, ik kan er wel mee leven. Was het een wedstrijd die u verwachtte? Ja, jawel. En in zo'n wedstrijd moet je zelf top zijn. En de één of twee kansjes die je krijgt, die moeten binnen. En dan moet je hopen dat PSV voor de derde keer in 7 dagen, dat er toch wat vermoeidheid in sluipt. Dat het een beetje tegen zichzelf gaan voetballen. Maar dat was in dit geval niet aan de orde. Zij, na een minuut of 25 kregen zij het goede ritme. En werd het voor ons heel moeilijk om de boel tegen te houden. Nou ja, dan is zo'n uitslag uiteindelijk normaal. De afgelopen weken is er flink gewerkt rondom het stadion om alles op tijd klaar te krijgen voor de wedstrijd tegen ADO. De meest in het oog springende verbetering is zonder twijfel de parkeerplaats. Er moet nog wel het een en ander gebeuren, maar hij lijkt op tijd af te komen. Ja, zeker. Aanstaande vrijdag is gepland de oplevering. Alles loopt volgens planning, ondanks dat er nog wel hard gewerkt wordt in de laatste loodjes. Zondag is hij sowieso gebruiksklaar voor de wedstrijd. Mogelijk dat daarna nog wel wat qua aankleding en beplanting plaats gaat vinden. Maar het gebruik loopt zoals planning gewoon voor zondag klaar.
Er is een hoop gebeurd in en rondom het stadion. En ze zijn ook nog lang niet klaar. Maar de supporters zullen de eerste veranderingen wel al meteen ervaren. Ja, sowieso als men het stadion nu nadert natuurlijk met de parkeerplaatsen. Dat is een totaal ander aanzicht. Bomen verwijderd, de parkeerplaats ziet er toch wel anders uit. Twee derde van de bezoekers lopen over de parkeerplaatsen. Zullen het merken als ze er overheen lopen. En in het stadion natuurlijk de Z-tribune. Mensen kunnen daar straks in de koudere periode zullen ze zeker wel merken dat er minder tocht is. En minder lekkage of geen lekkage meer en minder tocht. Dus dat zijn de voornaamste dingen die men echt zo gaat merken. Met de oplevering van de parkeerplaats is maar een klein deel van de verbouwing van de Kuhl klaar. De komende jaren zal er verder gewerkt worden aan het stadion van VVV. VVV staat na 8 competitieduels op een keurige 7e plek met een beter doelsaldo dan de nummer 8, ADO Den Haag. Laat dat nou net de tegenstander worden van aanstaande zondag in de Kuhl. Ja, op dit moment, na 8 wedstrijden hebben we hetzelfde aantal punten. Maar ik denk dat je dat pas op 2/3 van de competitie kunt zeggen hoe iedereen er daadwerkelijk voor staat. We doen het goed en ADO doet het ook goed. Maar ik denk dat qua alles ADO gewoon een stapje verder is of een aantal stappen verder is dan VVV. En dat heeft ook mee te maken dat ze al 10 jaar in de Eredivisie spelen. Een hele ervaren ploeg hebben op dat gebied. Dus ik vind ADO... in totaliteit verder dan VVV, maar neemt niet weg dat we op dit moment gelijk staan. Dus ik denk dat het met name een compliment is hoe wij het op dit moment doen. Ik vind dat zij specifieke kwaliteiten hebben. Voorin sterke spits, veel snelheid aan de kanten. Elke Jatti en Immers uitstekende middenvelders. Achterin goed gedisciplineerd, dus ja, dat is een ploeg. Die vorig jaar de play-offs om Europees voetbal hebben gehaald. En ik denk dat ze daar dit jaar weer toe in staat zijn. Dus ik vind het een uitstekend elftal. Komende zondag krijgen jullie te maken met El Kayati. Misschien wel een van de revelaties dit Eredivisie seizoen. Wat verwacht je van de duels met hem? Ik verwacht dat het middenveld hem gewoon uit de wedstrijd gaat spelen. El Kayati is natuurlijk gewoon een hele goede voetballer. Beslissend voor ADO. Scoort veel, geeft veel assist. Maar het is aan ons de taak om het... om hem tegen te houden en te zorgen dat het hier niet gebeurt. Dan hoop je dat een aantal keren de bal ook goed valt. Hè? Dat moet je soms ook wel eens een beetje geluk hebben in wedstrijden. En dat we met name als ploeg gewoon laten zien dat we elke keer weer proberen een stukje beter te worden. En ik vind dat we met name aan de bal nog stappen moeten maken. Maar je ziet ook dat ook steeds beter wordt. Dus ja, ik verwacht wel een wedstrijd waarin het erop zal gaan. En ik hoop dat we hem naar onze kant kunnen trekken. En heel Eindhoven staat natuurlijk ook stil bij Lennart T. Wat een geweldige actie van hem. Hij is dus stamceldonor. En in de 11e minuut is daar het applaus voor de nummer 11 die er niet is. En om zo'n goede reden zijn maar weinig voetballers ooit afwezig geweest in de Eredivisie. Lennart T. Bijzondere wedstrijd waarbij het 115-jarig bestaan van VVV ook wordt gevierd. Bijzonder shirt van VVV om dat 115-jarig bestaan te vieren. Dit is wel een kans op Pokel, want geen buitenspel. Maar kan hij hem ook pakken? Nee. Leemans schuift hem heel rustig binnen. En dan zit de wedstrijd erop en wint VVV van Feyenoord. En het is zover. VVV is nu kampioen van de Jupiler League voor de 3e maal in de geschiedenis. En de ontlading is groot bij de spelers van VVV. 0-0 is voldoende. En de opluchting is ook groot bij het publiek uit Venlo. Ja, daar doe je het als trainer voor. Dit is het kampioensteam in de Jupiler League 2016-2017. VVV. En dit is de tastbare schaal. Iets tastbaars. En de schaal is nu voor VVV en voor Danny Post. VVV, de terechte kampioen van de Jupiler League in het seizoen 2016-2017. Dit is de VVV top 3, hoe die er nu uitziet. Deze week mag Gerald Promes er een nieuw fragment in zetten. Gerald, de wereldberoemde top 3. Je weet wat erin staat, weet je ook al wat eruit gaat? Ja, ik ga Jonathan Opoku eruit halen. Zijn basisdebuut in de Eredivisie tegen Feyenoord.
Leuk voor hem natuurlijk, maar eentje moest eruit. En ik zet voor mij een persoonlijk momentje erin. Dat was de thuiswedstrijd tegen NVV. 2015 was dat volgens mij. En toen maakte ik een heel mooi doelpunt. Ik pak de bal af op het middenveld. Een 1-2'tje. En ik kom door op de laatste man. Ik kap hem uit en ik schiet hem in. En dat was voor mij persoonlijk een heel mooi doelpunt. We hebben maar weinig gezien van jou zo'n acties, hè? Ja, inderdaad. Als verdediger komt het niet vaak voor dat ik zo vaak in de 16 kom. Maar dit was een mooi moment om een goede actie uit te voeren. Denk je dat hij er lang in blijft staan, die top 3? Moet wel, want het is een van de mooiste doelpunten die ik ooit heb gezien. VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service.